Ik ben Axel, dit is jouw Blocks Update, waarin we door de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen heen gaan lopen uit natuurlijk de crypto en de economie. Kort gezegd, alles dat jij wilt en misschien ook wel moet weten om bijvoorbeeld je investeringsstrategie op aan te kunnen passen. Vandaag de volgende berichten die een hoofdrol innemen. Uiteraard de SEC, meme coins op het Bitcoin-netwerk, verschillende handelsvolumes die na maanden van stijging toch weer een kleine terugval laten zien en een hoofdrol weggelegd ook voor de rentes. De rentes standen dan in zowel de VS als in Europa, waar weer iets mee is gebeurd sinds gisteren. Waar zouden we toch zijn zonder de SEC? Niet weg te denken zo'n beetje uit de dagelijkse berichtgeving hier, zo ook niet vandaag, want weer belangrijk nieuws daarover naar buiten gekomen. Dat ze namelijk in zekere zin een klein stapje terug lijken te doen op dit moment in hun regelgeving of hun drang naar regelgeving binnen de crypto sector. Betekent dit nu dan dat de SEC zegt van zoek het allemaal maar uit, wij trekken onze handen ervan af? Nee, dat zeer zeker niet. Het is een kleinigheidje. Maar toch in de huidige bewegingen, zoals we ze zien vanuit de SEC ten opzichte van die crypto sector, wel een opvallend exemplaar. Want ze hebben namelijk een definitie, de definitie van digitale activa in dit geval, geschrapt uit de nieuwste hedgefondsregelgeving. Dat document is gisteren gepubliceerd, het definitieve document, en daaraan blijkt dus dat dit stukje, dat concreet benoemen van digitale activa, uiteindelijk ontbreekt. En dit is komt voort uit een beweging die vorig jaar, 2022, is ingezet door de SEC. Ze wilden toen namelijk de vereisten waar hedgefondsen aan moeten voldoen wat betreft hun openbaarmakingen gaan herzien. En daarin werd destijds dus onder andere die definitie voor digitale activa opgenomen. Nou, in de eerste instantie werd dat voorstel dat er lag, dus inclusief die definitie, goedgekeurd door verschillende commissarissen. Maar nu uiteindelijk in de definitieve versie alsnog verwijderd. Ik zei het al, ze gaan dus nog zeer zeker de boel wel in de gaten houden. Ook in dit opzicht, ook voor de verschillende hedgefondsen, wat zij aan de achterkant allemaal doen. Blijven zij een oogje in het zeil houden, maar hoeven zij dit dus in hun openbaarmakingen tot nu toe nog niet expliciet op te gaan nemen. En initieel was die wens uitgesproken door een groep die de belangen voor consumenten behartigt in de VS, de Americans for Financial Reform. Die wilde juist heel graag dat dit wel werd opgenomen in dit nieuwe voorstel. Dat die verschillende hedgefondsen dus wel expliciet hun holdings in digitale activa zouden moeten gaan communiceren. Maar tegen die wens werd ook direct natuurlijk een tegengeluid ingesteld. Bijvoorbeeld de Securities Industry and Financial Markets Association, de SIFMA. Een lobbygroep die juist is opgesteld vanuit de financiële sector. Die zag dit niet zo 1, 2, 3 zitten. Met name, daar ging het dan ook echt om, die definitie. Ze zeiden dat digitale activa is veel te breed. Daarmee gaan we problemen krijgen, is niet duidelijk genoeg. Waar hebben we het nu wel precies over en wat nu precies niet? Om problemen te voorkomen riepen zij dus al op om die definitie in de eerste instantie te verwijderen, te specificeren en dan mogelijk terug te laten komen. Aan die laatste club lijkt de SEC voor nu dus gehoord te hebben gegeven. Ze halen het voorlopig uit deze vereisten voor openbaarmakingen, voor hedgefondsen. En nemen daarmee dus eigenlijk, te midden van alle stormen die gaande zijn, een klein stapje terug. Een ware explosie, dus allesbehalve een stapje terug die op dit moment gaande is op het Bitcoin-netwerk. En dan gaat het om een explosie van verschillende memecoins die op de Bitcoin-blockchain gelanceerd worden. Klinkt vreemd, maar is wel wat er vandaag de dag aan de hand is. En dit is een voortvloeisel uit de lancering van de Ordinals op het Bitcoin-netwerk. 21 januari dit jaar gebeurde dat. En sindsdien gaat het ontzettend hard. Nou was het Ordinal-principe in de eerste instantie bedoeld om verschillende NFT's mee te kunnen gaan creëren. Die dan ook echt ingebakken zijn, leven op de Bitcoin-blockchain. Nou, de mogelijkheden daarvan die zijn de afgelopen maanden ook flink uitgebreid. En dat zorgde nu dus voor dat we een enorme lading over het netwerk gekieperd zien worden van verschillende memecoins. En Pepe is daar tot nu toe toch wel het meest bekende voorbeeld van geworden. Die Ordinals, dat lag aan deze hele ontwikkeling aan de basis. Want vanuit daar is er namelijk een nieuwe tokenstandaard ontwikkeld. De BRC20 tokenstandaard. En daarmee kun je dus heel gemakkelijk tokens gaan lanceren op de Bitcoin blockchain. Het is een soort kopie van de ERC20 standaard. Dat is datzelfde, maar dan op het Ethereum netwerk. Dat zorgde in 2017 voor een enorme hype, waarbij we de ene na de andere ICO gelanceerd zagen worden. Nou, de begin gevoelens die we daar hadden, die lijken we nu dus ook op de Bitcoin blockchain opnieuw te kunnen gaan ervaren. Want
Sinds de lancering van die BRC20 standaard voor Bitcoin dus, zijn er al ruim 8500 verschillende projecten, verschillende tokens dus ontwikkeld en gelanceerd. Het overgrote deel daarvan, moet ik er wel direct bij zeggen, zijn ook echt louter en alleen memecoins. Dus meer gewoon omdat het kan. Kijk hoe ver ik kan komen. Niet per se dat het echt wat toevoegt aan de wereld. Maar het is wel de basis mogelijk voor een grotere, betere ontwikkeling. En met die BRC20 standaard is er dus überhaupt op de Bitcoin blockchain voor het eerst een dergelijke standaard gezet. Maar wijkt er toch nog echt wel af van de ERC20 Ethereum standaard. Met name omdat bij BRC dus geen gebruik wordt gemaakt of kan worden gemaakt van smart contracts. Dus nou, daarin wijkt het nog zeer zeker wel af, maar het begint misschien wel van een soort gelijke ontwikkeling. Nou, 8500 verschillende tokens en projecten die daarmee uit de grond zijn gestampt in relatief korte tijd. Dat betekent dan ook dat de market cap over de afgelopen maand in ieder geval gestegen is naar zo'n $120 miljoen. De market cap van al die BRC20 tokens op één hoop geveegd. En dat gaat met name de laatste periode hard, want het is al 600% toegenomen in alleen al de afgelopen week. En dat zorgt er op dit moment zelfs voor dat meer dan de helft van alle transacties die worden uitgevoerd op de Bitcoin blockchain dergelijke transacties betreffen. En er worden dus meer dit soort transacties uitgevoerd dan reguliere Bitcoin waardetransacties. Ja, dat is natuurlijk wel een bijzondere omslag die we zien. Tegelijkertijd zien we op verschillende centrale exchanges dat de handelsvolumes na enkele maanden toenamen, sinds nu juist weer aan het afnemen zijn. Met 3 maanden van groei gezien, in april zag dat dus weer een kleine daling. En daarin zien we dus ook een ommekeren van de trend. Maar op dit moment betekent dat wat betreft de handelsactiviteit op die centrale partijen dus een kleine afname. Hoe komt dat? Want er speelt van alles. Er is dus ook, wat we net hebben besproken aan verschillende zijden, dus ook op de Bitcoin blockchain juist een flinke toename te herkennen. Deze afname lijkt met name te spelen door verschillende onzekerheden vanuit de gehele markten. Niet alleen de cryptomarkten, maar ook de reguliere financiële markten. Dat ook even zorgt voor een terughoudendheid bij, met name, zo lijkt het in ieder geval, particuliere beleggers. Waardoor we dus die kleine afname hier zien. En in deze grafiek zie je dus heel mooi hoe dat die beweging eruit heeft gezien over de afgelopen periode. Is er dan veel aan de hand? Nee, dat nog steeds niet. Want ja, het wijkt wel nog ver af van de enorme piek die we hier in de loop van 2020 zagen. Die all-time highs die daar werden genoteerd. De interesse was niet te stoppen. Alles explodeerde. Duidelijk houden we hier op nog veel hogere handelsvolumes uit. Dan vergeeft het zich daarna natuurlijk wel op een veel lager niveau. Je ziet hier die 3 maanden toename. Nu zakt dat weer terug. Maar nog steeds op een veel hoger standaardniveau dan dat we in de aanloopperiode bijvoorbeeld naar deze pieken zagen. Dus er is nog wel een veel bredere basis wat betreft interesse en gebruik van dit soort partijen. Maar niet meer zo extreem als dat we hier hebben gezien. En dan hebben we natuurlijk in de tussentijd ook nog even subtiel benoemen hier deze enorme debakels gehad in de crypto sector. Zoals de Terra Collapse en de FTX Collapse. Die ook niet echt bijdragen natuurlijk aan het weer opnieuw omhoog gaan van die hele beweging. Deze daling is dus niet zozeer ernstig. We zitten nog steeds op een aardig niveau. De interesse lijkt dus nog steeds behoorlijk te zijn. Het gaat wel zeer interessant worden wat er straks gaat gebeuren als misschien de onrust in verschillende opzichten wereldwijd wat gaat afnemen. Hoe snel we dan weer terug kunnen gaan komen naar de veel hogere niveaus zoals we die hier tijdens de all-time high hebben gezien. En over de omstandigheden die daar een grote impact op hebben of kunnen hebben, bijvoorbeeld de Amerikaanse rente, die na de verhoging van 0,25% van gisteren op het hoogste niveau in maar liefst 16 jaar terecht is gekomen. Standaardniveau ligt nu tussen de 5 en 5,25% en dat hebben we sinds 2007 niet meer op dit hoge niveau gezien. Ja, dat gaat een heleboel balansen mogelijk verstoren. Gaat ervoor zorgen ongetwijfeld dat geld weer andere kanten op gaat vloeien dan dat we de afgelopen jaren tijdens de extreme lage rentestanden dus hebben gezien. En op dit moment gaat het ook nog misschien een veel belangrijker moment aangeven van wat gaat dit de aankomende periode voor de gehele Amerikaanse economie betekenen. Want ik zei het al, de balansen worden verstoord. En dat gaat natuurlijk alleen maar steviger worden, dat effect, naarmate die renteverhogingen hoger worden. Met die 5 tot 5,25% in 16 jaar niet meer iets vergelijkbaars gezien. Direct zorgt dat dan ook op de Amerikaanse aandelenbeurs in ieder geval voor flinke minnen die worden genoteerd. De verwachtingen voor een aanstaande recessie die nemen namelijk toe met dergelijke bewegingen, dergelijke verhogingen in de rente. Zorgt dus ook weer voor wat nervositeit op die markten. Is dat gek?
Nee, zeker niet. Want als we hier echt naar de lange geschiedenis vanaf 1955 gaan kijken, wat betreft de renteverhogingen en de cycli die daaraan vasthangen, ja, betekent zo'n verhoging meestal inderdaad een recessie. De blauwe lijn hierin, dat is de rentestand. En de grijze gebieden, dat zijn periodes dat we van een recessie spreken. En dan zie je inderdaad na een toename hier vanaf 1955 of zo, van die rentestanden komen we op een piekgebied terecht. Jawel, recessie. Dan moet er weer flink in worden afgeschaald. En dan kunnen we weer opnieuw het cirkeltje, opnieuw een dergelijke cyclus gaan herhalen. Dat gebeurt hier dan ook. Nou, weer recessie aanstaande. En je ziet hier heel goed dat dat constant gebeurt na een periode van flinke rentetoenemingen. En toenames dat er weer een flinke daling wordt afgedwongen daarna. Nou, hier hebben we dat natuurlijk voor het laatst gezien na die toename. Waren we hier weer eventjes, nou, op het moment dat er wat rustiger aangedaan moest worden, ook weer zeer rap verlaagd. Uit dat nulpunt waar dat we toen kwamen, nou, dan zijn we nu dus weer uit aan het bewegen op in één klap die 5%. En daarmee blijft, nou ja, wordt het mogelijk wel steeds aannemelijker dat we weer zo'n grijze periode tegemoet gaan. Oftewel een recessie. Nou, als dat zo is, als dat gaat gebeuren, dan is de kans behoorlijk dat de meer risicovolle beleggingen wat moeilijk gaan krijgen. En eerlijk is eerlijk, daar valt crypto over het algemeen natuurlijk wel gewoon onder. Daar zal het dus wat lastiger gaan worden. Nu is er wel nog een belangrijke extra omstandigheid die ons nog een klein beetje ruimte geeft tot aan die recessie. En dat is dus de zeer lage werkloosheid. Die ligt nu op zo'n 3,5%. Dat lijkt nog niet voldoende te zijn om een recessie in te kunnen gaan luiden. Dus daar zal eerst iets aan moeten gaan gebeuren om echt dat kantelpunt te gaan creëren. Voor nu betekent dit dan ook, ondanks die renteverhogingen en nervositeit in de markten, dat dergelijke beleggingen, in dit geval Bitcoin, het juist wel goed doen. Dat geldt overigens ook voor goud, de safe havens eigenlijk. En dat is dan niet direct dank aan die renteverhoging, maar wel aan een mechaniek dat we daardoor zien. Namelijk dat verschillende Amerikaanse banken het nog moeilijker hebben gekregen. De onrust daar neemt echt in rap tempo toe in die hele Amerikaanse bankensector. En dat zorgt er dus voor dat die aandelen weer echt naar beneden aan het donderen zijn. Dus serieus spektakel wat dat betreft. En die safe havens, goud en dus zelfs Bitcoin op dit moment het juist echt aardig doen. Voor goud zelfs geldt dat die ook weer op weg is naar de all-time high prijsgebieden. Zover is het nog niet. Beweging is weer ingezet. Nou, dat is voor Bitcoin nog niet aan de orde. Maar we hebben in de eerste instantie wel weer een zonnetje terug weten te pakken. Maar dat we gisteren in de loop van de dag nog niet aan toe leken. Om even in de rentegebieden te blijven, we hebben net natuurlijk gekeken naar de situatie op dit moment in de VS, maar ook in Europa, ja, zien we daarin veel overlap. Want ook de ECB heeft namelijk gekozen voor een renteverhoging, is daarmee niet de eerste, niet de tweede, niet de derde, maar maar liefst de zevende keer binnen een jaar tijd zelfs dat wij deze stap doorvoeren. Beleid daarmee dus zeer vergelijkbaar met dat van de Fed. Ja, mooi. Zelfde idee, zelfde mechaniek. De inflatie moet natuurlijk naar beneden en dat willen ze op deze manier gaan afdwingen. Ja, maar ook hier geldt dat dat wel steeds meer negatieve gevolgen gaat krijgen. Natuurlijk gaan verschillende rente of verschillende geldleningen duurder worden. De rente daarop gaat ook omhoog. Dat is vervelend voor een particulier die een lening wil afsluiten, die bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten, noemen we op. Dat werkt weer door in de financiële markt, omdat er minder ruimte is, minder financiële ruimte, minder geld om daarin te pompen. Maar ook voor de overheid is dit op dit moment een stevige tegenvaller. Want er moet flink bezuinigd worden om de extra lasten die hierdoor worden gecreëerd op te gaan vangen. Daardoor is bijvoorbeeld al aangekondigd dat het stapbudget voor omscholing ook afgeschaft gaat worden. Dat gaat er per volgend jaar zo even uit mijn hoofd. Verkeersboetes, die gaan ook omhoog, dus doe het wat rustiger aan op weg naar je werk de komende periode. Want het moet natuurlijk uit de lengte of uit de breedte komen. En op die manier krijgt dat dus ook wel weer een extra impact voor onze economie. Uiteindelijk misschien ook wel de impact die juist de bedoeling is. Of die leuk is, ja, dat is een tweede. Verder met ons eigen Bitcoin op de koersen op tradingview.com. Want ja, de rente is verhoogd, de balansen in de financiële markten die veranderen rap. De banken hebben daar veel last van. Hoe doet Bitcoin het te midden van al dit financiële geweld? We kijken weer naar de waarde uitgedrukt in de Amerikaanse dollar. Gegevens vandaag gehaald bij Bitstamp. En om te beginnen, ja, waarom ook niet, de dagcandles, die pakken we erbij. Dan zien we, ja, het is vandaag rood. Wij noteren namelijk een min van 0,55%. Maar het is uiteindelijk na gisteren, dat was nog even onzeker, toch gelukt om opnieuw terug te komen in dit handelsgebied rondom die $30.000.
Had nog een flinke opgave kunnen worden. We kwamen er namelijk na deze flinke daling onder terecht. Gisteren hebben we daar ook nog een lange tijd onder gehandeld. Daarin terugkomen heeft hier ook lang op zich laten wachten. Was even een angst, is uiteindelijk dus toch gelukt. Dat we met name te danken aan een flinke stijging die we eind van de dag gisteren hebben gezien. Dat was namelijk hier de laatste uurcandle voor die dag. Lukt het dan toch om terug te komen in dit gebied? We zijn hier dan al 2 dagen bezig om daarin terug te keren. Hier was de laatste grote poging die werd afgestraft met opnieuw terugzakken naar net boven die $28.000. Werd even spannend, maar we wisten hem aan de bovenkant van deze lijn te houden. Waar we hier bijvoorbeeld eerder nog op 2 maal onder hebben gehandeld. Dat bleek toch een stevige support. En uiteindelijk weten we dus de min of meer positieve uitwerking van de renteaankondiging aan te grijpen. En dat te vertalen naar een uurcandle met een plus van 1,42% die ons terugbrengt in dit handelsgebied. Maar ja, daar blijft het dan ook al bij. Want we lopen hier tegen een resistance aan net onder die $30.000. We weten daar dus niet op terug te keren. Uiteindelijk zorgt dat hier dan ook voor een nieuwe test naar precies dit gebied. Die lijkt voor nu aardig te lukken. Die gaan namelijk met een procent naar beneden in slechts 1 uur. Ja, hard op weg hier naartoe. Dat buigt zich nu om naar het vasthouden daarvan en mogelijk opnieuw een kleine inzet naar boven toe. Laten we hopen op weg naar die 30k die doorbreken. Zou erg prettig zijn als nieuwe support, als nieuwe extra ruimte binnen deze zone. En zeker ook om te voorkomen dat we hier weer onder terecht gaan komen. En dan naar het scenario tot aan de $25.000 moeten gaan kijken. Tot zover de belangrijkste zaak. Je bent weer helemaal geüpdate. Morgen dan staan we voor de laatste keer deze week in ieder geval weer voor je klaar. Hier op het YouTube kanaal van Blocks. En ook alvast een kleine heads up. Volgende week dan ben ik er zelf even een weekje tussenuit. Maar het goede nieuws. Jari staat de gehele week voor jullie klaar. Om ook weer iedere werkdag jou op de hoogte te brengen. De meest belangrijke nieuwtjes en ontwikkelingen uit de crypto en de economie. Dus geen paniek, loop gewoon door. Volgende week dus met Jari. Voor mij is ook zeggen tot morgen nog. Ga eerst nog even ontzettend genieten van vanavond. Neem ergens nog de tijd, uiteraard, om jezelf te subscriben op dit YouTube kanaal. Heb je nog vragen? Wil je iets weten? Wil je iets kwijt? Laat dat vooral achter in de comments. En duimpjes omhoog. Die zijn natuurlijk ook van harte welkom. Fijne avond nog. Tot morgen weer. Doeg!